De cornet, de trompet en de bugel zijn lid van de familie Klein Koper. Als voorbeeld van die familie bekijken we nu de trompet. Die bestaat uit een ronde koperen buis die op verschillende plaatsen is omgebogen. De buis is bijna overal even smal en pas aan het eind loopt hij uit in een wijde beker. Door deze vorm is het geluid heel helder en stralend. Bij de bugel wordt de buis al vanaf het begin steeds iets wijder en heeft ook wijdere bochten. Daardoor heeft de bugel een zachtere, warmere klank dan de trompet. De cornet zit wat betreft vorm en klank daar een beetje tussenin. Allemaal hebben ze drie ventielen. Hierdoor wordt de lucht omgeleid via een extra stukje buis. De totale buis wordt daardoor langer en de toon dus lager. Alle drie de leden van de Klein Koperfamilie hebben een koperen mondstuk. Door in het mondstuk te blazen en daarbij je lippen op een bepaalde manier te laten trillen, ontstaat de toon. De trompet komt voor in de harmonie en de fanfare. De bugel vooral in het fanfareorkest en de cornet in de brassband. In de brassband speelt ook één bugel. Maar nu weer even terug naar de trompet. Een trompetensemble klinkt zo.